chief for letting us use their fields. I just want to apologize for the few pineapples that I harvested prematurely, but that's racing. And big thanks to Heinz and Marie, and a big thanks to everyone who supports me. This is the first. Die Mabatu Sun 500, tweede ronde van die Sun International veldrenreeks, is vol opwinding en drama. Hannes Grobler en Piet Swanepoel springen eerste weg op die open gedeelte, een lus om die omgeving van Mabatu Mafeking. Hulle was voor die wegspring al die gunstelingen in hulle Dakums Nissan Safari. Philip Malan en Sarel Erasmus springen tweede weg in hulle Toyota Hilux en de rest van die deelnemers is kort op die voorste twee spannen zaken. Die plan met die eerste renafdeling is om die wegspringplekken voor die tweede afdeling die volgende dag te bepalen. En die mannen het met mening ingeklim. Die Mabatu Sun 500 is deel van die Suid-Afrikaanse kampioenskap en daar is dus veel op die spel voor die deelnemers. Stof is altijd een groot probleem in veldrennen. En daarom is wegspringplekken voorlangs altijd zo belangrijk. Die voorste deelnemers, zoals Grobler, Malan, Bodo Berthold en Klaus Degener, maken allemaal zeker dat ze goede wegspringplekken verover. Daardoor verminderen ze die stofproblemen wat zo lastig is voor die mannen wat achtertoe wegspringen. Die voertuigen wat aan Zuid-Afrikaanse veldrennen deelnemen, worden in 10 klassen verdeeld. Die klasse wordt bepaald door dingen zoals die ontwerp van die onderstel, die enginegrootte en toelaatbare veranderingen. Voorziening wordt voor een groot verscheidenheid voertuigen gemaakt. Partij van die pijpraam enkelzitplekmotors is uiterst verfijnde renmotors, wat ontwerp is om baie vinnig op veldpaaien te kan jagen. Die aard van veldrennen maakt dat een aardige bastermotor soms gebruikt wordt, maar hulle is niettemin vinnig en schouwspelachtig. Malan was die vinnigste in die open afdeling, 39 secondes vinniger als die tijdrenner Grobler. Degener was derde en Berthold vierde. Grobler en Piet Swanepoel, zijn navigator, het goed weggesprongen. Hulle is van plan om hul vierde achtereenvolgende oorwinning van die seizoen in die veldrenkampioenschap te behalen. Die motorfietsbrigade moest ook aan die wedren deelnemen waar die volgende dagse wegspringposities zou bepalen. De eerste motorfietsen wordt 2 uur na die eerste motor afgezet en hulle rij op diezelfde route als die vierwielers. Die motorfietsen wordt in groepen van 4 afgezet en goede wegspringplekken die volgende dag is voor hulle even belangrijk als voor die onverschrokken avonturiers op 4 wielen. Die motorfietsen wordt net zoals die motors in verschillende klassen verdeeld, wat bepaald wordt door die enginegrootte. Hilton Beatty heeft die voorste wegspringpositie behaald door die vinnigste tijd op zijn Yamaha op te stellen, vinniger als die van Willie Ireland en Jeremy Davies. Stof is voor die motorfietsmannen een even groot probleem als voor die mannen in motors. En veldrennen op 2 wielen is een straffe, gevaarlijke sport. Die motorfietsjaars lijken hulle beschermende kleren bij of hulle van een andere planeet afkomen. En partij van die wezens treden snaaks op bij die wegspringsteer. Maar nou ja, dat helpt alles zeker om die spanning te verlichten. Oor die 70 jaar het hulle voor die motorfietsafdeling ingeskryf. En die wedijvering zal dus gewoonlijk baie straf wees. Maar op die route is dit geen grapjes nie. En die vierwielers maak zaken nog moeilijker voor die tweewielers, omdat hulle die route stukkend en vol sporen jagen. Hoe ook al, hoe straffer, des te meer geniet die motorfietsbrigade dit. Beatty was in die eerste afdeling oor die 2 minuten vinniger als Malan, wat die vinnigste in die vierwielvoertuigen was. Die eerste 8 motorfietsen op die wegspringrooster voor die volgende dag was trouwens vinniger als Malan in zijn Toyota. Daar was minder dan 3 minuten verschil tussen die vinnigste 12 motorfietsjaars en die eerste afdeling. Alles was recht voor 2 strijden die volgende dag, waar nog lang onthou sal word.
Het lijkt of BTM Ireland die gunstelinge is. Maar hulle moet nie dink hulle gaan makkelijk voor die ander wegjaag. De deelnemers mag van son onder tot son op aan hulle voertuie weg. Dat het baie middernachtelijke arbeid geverg voordat Malan en Erasmus die volgende ochtend voor die rest van die vierwielers kon wegspringen. Hulle word gevolgd door Grobler en Swanepoel, Degener, Bertolt en Koetser voor die rest van die deelnemers. Voor hulle wacht een strawe route door verafgeleë plekke soos Legorutse, Gopane, Magobistad en Magori, name wat een mens niet dikwijls hoor nie. Daar is net één plek op die route waar petroltanks volgemaakt kon worden. En dit maakt zaken veel straffer. Recht van die begin af is het duidelijk dat Grobler en Swanepoel niet van plan is om te spelen. Veldrennen pas die twee, wat eindelijk beter bekend is voor hulle vertoning in tijdrennen, soos een handskoen. Niks kon hulle keer om hulle vierde achtereenvolgende veldrenoorwinning van die seizoen te behalen. Die voorlopers is al goed op pad voordat die achterosse aan die gang komt. Daar is altijd spanning op die wegspringstreep, want die deelnemers wonder wat hulle te wachten is. Voor partij is daar oorwinning, voor die ander weer teleurstelling. Voor partij is die wedervaringen van veldrennen te werkelijk, soos vir die Noor-combinatie in een Sandmaster, wat net 5 kilometer van die begin af al in die moeilijkheid belandde. Die andere deelnemers snel voorbij, terwijl die Noors hastig mechanische herstelwerk doen. Die twee het uiteindelijk weer aan die gang gekomen, maar is niet ingedeeld tussen die waar die wedren voltooi het nie. Voor die Noors, wat weer op die route is, en voor die andere deelnemers, is stof nou een groot probleem. Die wat op die route vastval, kan feitelijk niks zien nie. En dit onderwerp bestuurders en navigators aan grote spanning. Die voorlopers vinden het niet te min makkelijker, en Degener vordert. Terug bij die wegspring maakt die motorfietsjaars hulle gereed voor hulbeproeven. Daar is tijd om vir Oulaas een bietjie te gesels en te groet voordat BT afgezet wordt. Het lijkt of BT en Ireland niet lust het vir speletjies nie, so vannacht sprong hulle weg. Gauw raakt het duidelijk dat die rest van die deelnemers sal moet uithaal as hulle BT en Ireland wil vang. Die stof laat die motorfietsjaars ook baie en hulle beproeving wordt vererger door problemen met die route. Baie van die motors voor hulle het by routepeile voorbijgejaagd of verdwaal. En die tweewielmannen word makkelijk verlei om op die motors spore te volg. Ten spijte van die uitzicht wat dikwijls zwak is, hou die jaars die petrol opgedraaid soos hulle door die bossen voortsnel. Ireland jaagt Pike en hy en BT trek onder die ander uit. Ireland op zijn KTM komt geleidelijk nader aan BT en glip bij hem voorbij om die voertuig te nemen. Terwijl die motorfietsjaars zaken uitspoor, vorder Grobler en Swanepoel goed in die vierwielafdeling. Daar is geen keer aan Grobler nie en hij hanteert zijn bakkie meesterlijk. Die twee is langer dan een half uur voor hulle naaste teenstander bij die petrolhalte. Grobler en Swanepoel is weer stevig op pad, toe eerst Jack Spencer en daarna Bertolt en Koetser bij die petrolpomp stilhou. André Kok en Koos Koetser kom vierde in hulle Ford Cortina bij die petrolhalte aan. Hulle slaan munt uit die vertraging van Spencer en Bertolt bij die helpers en trek in die tweede plek weg. Dis tweede nou. Tweede. Eerst die maak die gewijs, anders problem. Is dat? Oké. Na
haar, vir kok en sy navigator het dit alles niks te help nie. Hulle was verplig om hulle te onttrek en kon nie die bijeenkomst voltooi nie. Na die petrolhatte het Degener ook in die moeilikheid beland. Hy is alleen in sy Sun King Scorpion en het die verkeerde pad gevat, sodat hy teen die einde vijfde geplaas word. Ireland is die eerste van die motorfietsjaars bij die petrolhalte. BT is niet ver achter nie, maar bij die einde het Ireland de voorsprong van bijna 5 minuten op zijn tegenstander opgebouwd. Man, het is baie goed gegaan. Ons vanavond is net naar Philip hulle weggetrek. Maar ons is op het plan dat ons achterom zo geblij het en dat hij die pas voor ons zou aangegeven. So, ons gezien het hoe vanaf dat gegaan het en binnen een zekere kwestie van omtrent 15 kilo's of zo, toen hij op een plek net verkeerd, zo'n stukje verkeerd gereden voor ons voorbij om. Toen hebben we besluit, ja, ons gaan die kranen opdraai en laat waai. Maar ik denk verder, die hele route was baie goed gemerkt geweest en ik denk die organiseerders verdien een pluimpie voor die organisering van die tijdrein. Die oorwinnaars krijgen al die eer. Achter Grobler en Swanepoel kom Battled en Koetser bij die winstreep aan. Vanochtend, so die eerste stuk, het Piet vir my ook gevraagd, hoekom doen ons het? Of ons mal is of wat ook al, maar ek dink dit is vir die achterna, die wen en alles wat het so lekker maak. En motorsport, blijf maar, as hy eenmaal in jou bloed is en hy die golf uit jou gebyt, dan gaan kreem nooit weer uit. Je moet zekerlijk mal wees om dit te doen, maar ons geniet het baie. Ons sal weer terug wees by die volgende reisie. Why do I do it? I tell you, this was close to heaven. The most fantastic ride I think I've ever had. We had nothing go wrong. Everything was just superb. I enjoy off-road racing because it's a challenge of the unknown around every corner. It's competing out in the country. It's really a super sport. And yeah, it was quite lekker. Built him out to close door in the first place. Yeah, the car was a problem. As you opkom naar het toe, maar als draai bijna is, dan gaan hulle uit die pad uit zodat je voorbij komt. So, dat is baie naast van hulle. Het is jammer te verpoort dat hij verkeerd gegaan is bij een afdraaiplek. En dat hij zijn fout daar gemaakt met 25 kilo's. En ik heb daar voorbij gegaan. En bereid is om mij lead te houden. En ik heb het gewen. So, ik ben baie blij om terug te